Hallo, daar sta ik dan. Ik kan het echt zeggen. Het is ons huis in Spanje. En ik ga een house tour doen samen met Jax. Dus nou, daar gaan we dan. Daar zijn we dan. De tour van hoe het huis nu is. We zijn hier nu een paar dagen, dus het is een beetje rommelig. En we zijn al een paar dingetjes aan het kopen, maar nog niet zoveel. Dus ik ga gewoon even laten zien nu hoe het huis hier, wat we hebben gekocht in Spanje, is nadat we het net... Oh, het is bloedje heet. Sorry voor mijn zweetsnor. Nadat we het net gekocht hebben. Nou, daar gaan we. Nou, hier kom je aan. We hebben hier nog maar één sleutel van. Dus die heb ik nu eventjes niet. Dus ik ga nu even hier naar binnen. Er zijn nog allerlei dingetjes die we moeten regelen. Zoals dus extra sleutels of sloten vervangen. Hiernaast zijn ze ook een villa aan het bouwen. Nou, het is echt insane. Jax is helemaal fan van het huis. Het is echt... Jax is zo gelukkig hier. Er zit een hele grote zwembad. Ja, dat zwembad vooral. Hè. Jax wil eigenlijk al niet meer terug naar Nederland, hè Jax? Ik wil hier voor altijd blijven. Ik wil het huis van Nederland verkopen. Hij wil het huis in Nederland verkopen. Oké, nou, dit is dus waar je binnenkomt. Kijk, oh, alleen al dit, hè. Zo mooi. We zijn zo verliefd, hè? Hier heb je dus een heel mooi opstapje. Nou, zullen we gaan lopen, Jax? Zullen we het laten zien? Ja, dus hier is echt een heel mooi trappetje. Ja. Die ook rondgaat. Ja. Dit is palmboom nummer 1 van de vele. Ja. Van ons huis is deze. Dat is de eerste. Nou, dan heb je hier een heerlijk zitje. Ja, en daar twee palmbomen. Ja, maar die zijn van de buren. Ja, eigenlijk wel. Maar dan kunnen ze ook gezellig even daar zitten terwijl je aan het eten bent. Ja, en dan is dit een heerlijk zitje. We gaan zo de tuin laten zien. Maar we beginnen eerst even met het huis, hè? Ja, zo. Ja. Dit is de woonkamer waar je binnenkomt. Nou, zoals je ziet, het is al een beetje een rommeltje, omdat we hier natuurlijk al een paar dagen zijn. Maar, ja, ze hebben hun meubels allemaal laten staan. Dus dit is echt hoe we het kregen. Hoe we het gekocht hebben. Met de meubels erbij. Een laktafel van die IKEA. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal weg. Maar voor nu is het gewoon prima. Er zijn wel al wat dingetjes die we veranderd hebben. Nou, heel weinig hoor, maar... We hadden dus deze lamp gisteren gekocht. Tadaa! Nou, dit wil ik allemaal gaan veranderen. En hier hebben we een open haard. Er is een blaadje binnengekomen. Oh, jeetje. Dit is een open haard. Dat is natuurlijk heerlijk in de winter. En hier hebben we dan een kastje met allemaal spelletjes. En dat zijn we nog een beetje aan het inrichten. Nou, hier hebben we dus een soort raam waar je niet echt doorheen kan kijken. En hier hebben we een... raam wat nu dicht is om de zon een beetje eruit te houden. Ik kan hem wel even openmaken. Overal hebben we luiken. Dit is echt Spaans. Ook vanwege de veiligheid hebben we overal tralies. Nou, ik zal het even zo doen. We hebben dus plannen om ooit hier dit helemaal open te breken. En een soort van schuifpui of iets met glas te maken. Waarbij je dus zicht hebt op het zwembad nog meer dan wat je nu hebt. Maar het heeft niet echt haast. Want we hebben nu al ervaren dat we heel vaak in dit zitje zitten. En dan heb je gewoon altijd zicht op het zwembad. Iets wat wij echt een voordeel vinden van dit huis. Maar ik ga eerst de rest even laten zien. Naar de keuken. En dan begin ik even met het hele leuke zitje in de keuken. Dat is dit. Echt een onwijs leuk zitje. Ik denk dat we hier in de winter vaker zullen zitten. Want ook dit is... dit is ook allemaal dicht, sorry. Zo. Anders
zien jullie al de tuin. Ja, dan, nee, maar dan kunnen ze even een beetje wat meer het in het licht zien. Ik wil dat meer het licht zien. Ja, nee, maar die tafel die stond eigenlijk andersom. Ik ben heel benieuwd wat er onder dit soort van folie zit. Ik wil dat er eigenlijk af gaan halen, want ik vind dat niet mooi. Maar dit zitje vinden we heel mooi. Ja, die lamp hebben we al gekocht. Die gaan we nog even ophangen. Ja, ik bedoel die maar, spiegel. Ja, oh ja, het is een spiegel. Sorry, lamp. Mama zegt lamp. Nee, die geeft toch niet licht? Nee, die geeft geen licht, nee. Nee, suffer, mama. Je kan zelf zien kijken. Ja, dat is een spiegel. En dat vonden we echt onwijs gezellig. Echt zo'n vakantiesfeertje. We denken er wel aan om... er zijn eigenlijk twee opties. Of... We breken dit hier open als het kan. Dus we maken eigenlijk deze koepel, die maken we groter. Zeg maar waar het bankje begint, daar gaan we het openbreken. Zodat de woonkamer ruimer wordt. En dan komt hier een heel leuk zitje. En hier gaat de eettafel weg, want dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want die heb je hier al. En dan gaan we het hier nog helemaal leuk maken. Want dit is eigenlijk groter dan je denkt, want hier is de keuken. En dat is echt een ruime keuken. Je kan dus helemaal gezellig erin lopen. Ik vind het heel leuk. Ja, ik ben niet gaan spelen dat je wel dacht. Ja. Dat is wel zo ver. Best wel ver, hè? Ja, dit is best wel een grote keuken. Ja, maar en alles zat er al in. Thuis hebben we iets van een klein beetje midden, misschien... Een centimeter. Ja, het valt niet echt te vergelijken met Nederland, want het is gewoon een hele andere keuken. Maar dit is echt een hele leuke vakantiewoningachtige keuken. Ja, ik vind het heerlijk. Ook heel leuk met dit barretje. Er komen natuurlijk andere krukjes. En ja, ik vind het wel jammer dat alles van dat grijs is, want dat zou niet de kleur zijn die ik zelf zou hebben gekozen. Maar wat geverfd is, kan natuurlijk altijd nog in een andere kleur geverfd worden. Ja, we gaan altijd wat verzieren aan iets wat een beetje lelijk is. Ja, natuurlijk. Nou, lelijk is het niet, hè, maar het is misschien een andere smaak van ons. Een beetje een andere smaak. Ja. In Spanje smaakt het een beetje anders dan in Nederland. We gaan het niet Nederlands maken, hoor. We houden het gewoon Spaans. Alleen misschien dat ik dus die houten elementen die ze allemaal grijs hebben geschilderd hier. Ja, dus... Misschien dat ik dat op een gegeven moment of wit... Ga doen. Dit is eigenlijk een beetje het andere helft van dat woonkamer. Dit is de zitkamer, ja. Zo noemde je dat vroeger, de zitkamer. Ja, de zitkamer is dit. Ja, en ik zit er dus aan te denken om of die balken terug te brengen, het hout. Dus te gaan schuren, om te kijken wat er dan komt. Of wit schilderen. Daar zit ik nog een beetje tussen te twijfelen. Maar ik ga eerst even kijken wat er tevoorschijn komt. Hier zie je het al een beetje. Oh, hij staat aan, dus het tript een beetje. Maar daar zie je dus dat het hout is geweest. Nou, en dit is dus de inrichting hoe we het gekocht hebben. Bart was natuurlijk direct al niet blij met het formaat tv. Nou, niet echt het formaat, maar meer... Hij wilde gewoon heel graag een nieuwe tv hier. Ik was het hier niet helemaal mee eens. Maar goed, concessies, hè, die blijven we moeten doen. Hier heb ik al net met Bart hele leuke jute gordijnen voor gekocht. Die we hier gaan ophangen. Heel benieuwd. Maar dit kan je dus ook helemaal lekker opengooien. En dat is super leuk. Want dan loop je zo hier ook weer zo de woning uit eigenlijk. Je kan alles openzetten hier. Echt heerlijk. En overal hangen ventilatoren. Ook heel fijn dat dat er al is. Oké, en dan gaan we verder met de slaapkamers. Ja. En de badkamers. Je moet dus wel naar boven nu voor het toilet. Want de badkamers zijn boven. Oké, we gaan beginnen met onze grote slaapkamer. Ja, dat is dus super leuk. Je hebt hier dus een fide waarbij je naar beneden kijkt. En ik ging ook even iets van een paar dagen daarop slapen. We hebben op dit moment ook alleen in deze slaapkamer airco. Wat ook een reden was dat we allemaal hier lagen. Ja, hè? En dan gaan we steeds bij een kleinere kamer en dan weer
als een wat kamer groot is dan een kleine kamer. Dat ja. is deze smart kamer. Hier hebben we ook lekker een ventilator. Hier hebben we ook lekker een ventilator. Een goed bed, want daar was ik dus echt heel erg nerveus over wat dit voor bedden waren. Hier hebben we ook een televisie. Ja, en luiken. En alles is helemaal leuk hier eigenlijk. Ik wil nog wel andere gordijnen. En ja, deze tafeltjes naast het bed vind ik niet mooi. Dus daar ga ik... Oké, dat dacht ik al. Als je hem aanzet, dan wordt het in één keer oranje. Ja. En mijn lievelingskleur oranje. En de kleur van leven is oranje. Dat zegt net zijn vader. We maken overal een heel verhaal van. Ja, dus die lampjes hebben we gekocht al. Die zijn van ons. Maar de tafeltjes die eronder staan, dat moet ook nog eventjes geüpdate worden. Want dit... Maar nee. Dat ga je ook niet verven. Nee, dat ga ik ook niet verven. Dat zijn... Maar waar is 50 plus? Op de salontafel beneden of in mijn tas. Waar is haar tas? Nee, ik denk op de tafel beneden. Dat is we gaan deze. Nu de eerste badkamer laten zien. En dat is toch deze? Dat is hierin. Ja, dat is eigenlijk vast al, aan, en dan, en, ja, aan de slaapkamer vast. En weet je hoe dat heet als het aan de slaapkamer vast zit? Ja, dan heet het was slaapkamer. Hoe? Het was slaapkamer. Het was slaapkamer. Nee, dat heet ensuite. Ja, dat heet ensuite. Ensuite. En Jax heeft zojuist besloten om even te gaan plassen, dus ik geef hem even zijn privacy. Wil je nu je kamer laten zien en dan after? Of... Oh ja, dit is... Oh, Jola, je sloopt het! Jola komt ergens aan hoor. Meteen kapot. We gingen toch die bad? Ja, Jola wil ineens ook even wat laten zien. Kijk, wat? Dan heb je hier een deur, die gaat open. Jola de kamer. Dan heb je dit lelijke ding daar. Lelijk? Ik vind het wel leuk. Maar oké, ik snap het wel als je hier iets anders wilt. Dan heb je hier een klein bedje. Dit bed is 1,50. Dus voor één is het goed, maar twee kan ook wel. Dus Jola heeft een heerlijk kamertje hier. Ja. Hé, Jola? Jax, hier in mijn bed liggen. Kom, we gaan weer verder, Jax. Dan gaat je thee weer buiten. Kom, we gaan weer verder met de badkamer ensuite waar we gebleven waren. Waarom praat je Frans? Ensuite, zo heet dat. Een badkamer die aan je slaapkamer vastzit. De eerste badkamer, ik zal het licht aandoen, heeft een bad. En dan kan je ook in... Badkamer, dat is een badkamer. Ja, het is een echte badkamer. Ja. Maar je kan hier ook douchen. Ja, bij de andere badkamer kan je douchen en hier ook. Daar is de douche en daar is de kraan om in de bad. En dit is het raam. Je hebt dus bij alle ramen lekker een hoor. Dat je het 's avonds lekker kan openzetten om te luchten. En dat is ook wel nodig, want volgens mij zijn er geen ventilatoren. Eigenlijk, meestal op YouTube, daar zeggen meestal mensen zelf hoor. Oh, en dat vinden wij niet? Nee, daarom kijk ik ook bijna niet helemaal nooit YouTube. Nee. Anders scheldwoord weer niet. Ja, dat mag hij niet, dat weet hij wel. Oké, dit is dus in alle badkamers en slaapkamers hebben we dus inbouwkasten. Nou, dit is geweldig. Het is gewoon allemaal lekker ruimte. Maar ook voor je huurders natuurlijk, om extra ruimte te hebben. Kijk, je ziet wel... Je ziet wel dat alles wat geverfd is, dat kan wel weer een extra verflaagje gebruiken. En dat gaan we dus ook, denk ik, wel in andere kleuren doen dan dat het grijze. Maar wat ik net al zei, dat moet ik nog even rustig gaan bekijken. Dat gaan we van de winter allemaal doen, nu niet. En een rolluik, dat je het lekker donker kan maken, hè? Ja, dat is een rolluik. Ja. En zullen we het uitzicht ook nog even laten zien? Want het uitzicht is op het... Wat zien we hier? Oh, het zwembad, hè? Het is wel heel speciaal dat je dus vanuit je slaapkamer... En als je van de slaapkamer een glijbaan maakt, dan kan je van de slaapkamer zo in... Nee, we gaan niet vanuit de slaapkamer een glijbaan maken, Jax. Ja, dan kunnen we van niet... Kijk, en daar ligt Bart lekker. Hey. Zo krijg je wel zin in het zwembad, hè, Jax? Ja.
Ja. Dat ik zo, dat is zo een glijbaan is die zo in het zwembad gaat. Dan kan ik zo ja. in het zwembad glijden. Ja. Oké, okay, zullen we de andere slaapkamers laten zien? Oké, okay, even wat kusjes gooien naar papa, hè? Wat lief. Ja. Bij welke kamer zijn we nu? Bij mijn kamer! Dit is Jack's kamer! Hé, hey, wat een lekker kamertje! Hè? Ik heb eigenlijk twee dekens. Ja, en ik was helemaal opgelucht. Want in mijn herinnering, je weet natuurlijk sommige dingen niet meer zo goed hoe groot het was. Maar was dit kamertje toch kleiner dan ik dacht. En toen kwam ik hier en toen bleek het toch een eenpersoonsbed te zijn. En toen bleek ook nog dat je dit bed kan uitschuiven en dat er nog een matras onder zat. Dat is het matras wat we nu in onze slaapkamer even hebben neergelegd. Maar we hadden dus een matras extra ineens. En een groter bed dan wat we hadden gedacht. Dat is echt fijn. Ja. En dan is het perfect voor Jona of kost. En ook hier heb je weer inbouwkasten, heel ruim. En hier gaan we nog in de toekomst gaan we hier een stapelbed maken. Heel leuk, met een soort frame en helemaal zo. Omdat we ook een matras mee hebben gedaan. Heel ruim. Ja. Zo snel gaat het met mijn vriendjes maken. Heb je al vriendjes gemaakt in Spanje? Ja, twee. Twee al. Oké, okay, zullen we de tweede badkamer laten zien? Ja, het tweede badkamer. Die zit naast mijn kamer. Ja, hier gaat Jax naar het toilet 's nachts. En er zijn natuurlijk altijd wel wat tegenslagen. Dus met deze badkamer hebben we helaas een beetje lekkage naar beneden. Dus dat gaan we nog even bekijken wat er aan de hand is. Af te douchen bijvoorbeeld en dat voor gewoon te douchen. Dit is het badmeubel. Ja. Heel leuk. Deze is een beetje fel. We hebben hetzelfde lamp, maar dan lager. Wij hebben ook een spiegel voor deze kraantje. Ja. Maar dan ook hier. Deze badkamer is echt heel leuk. Het heeft een hele leuke vloer. Maar dan is weer hier een klaar als je tanden poetst, zodat je daar... Ja, daar de tanden staan eigenlijk op. Nou, klopt. En als je moet, en als je weer gaat spoelen, en kijk, hier heb je dus die onwijs leuke tegeltjes en dan een heel gezellig, knus douche. En dat uitzicht is ook niet verkeerd. Zo dan. Goedendag. Hier wel 3000 krekels. Ja, je hoort hier echt altijd krekels in de zomer. Ja. Lekker geluid, hè? Ja, dit zijn wel 5000 krekels. Misschien wel. Heel veel, hè? Oké, dus ja, hier zijn we even aan het vinden wat de lekkage veroorzaakt. Maar verder is het echt een heerlijke douche. En dit is de halfdouche en dat is de gewone douche. Ja. Hier liggen alle schoonmaakspullen zoals een stofzuiger, strijkbout, strijkplank, als iets een extra luchtbed. Is, bijvoorbeeld als iets vies is, dan kan je het gewoon wegstofzuigen. Uiteraard, dat moet er wel zijn, hè? Ja, dan moet je even boenen, hè? Ja, maar dat gaat, maar het stofzuigen dat staat in de tegel. Ja, dus dat was boven. En dan gaan we nu nog de tuin laten zien. Ja, de tuin! De tuin! En dit waren de bedjes die nu in de kelder lagen. Maar dat gaan we allemaal nog vervangen voor andere leuke bedjes. Het zwembad is zo lekker. En de douche. Je kan ook gewoon warm in de douche. Je hebt je kleren nog aan, hè? Grapje, ik ben oh ja, we gaan nog even de tuin laten zien. Maar dit is dus het zwembad. Die is 8 bij 4. Ja, 8 bij 4 en hij is heel diep aan één kant. Hij loopt af. Een meter, ja, van een meter naar 3 meter. Iets minder dan een meter, hoor. Allemaal lekkere dingetjes erin. En ja, je hebt hier dus heel veel privacy. En je kijkt zo, ja, vanaf je terras. Lekker op het zwembad. Vanuit de woonkamer kijk je zo uit het raam. Ja. Van de badkamer.
We hebben hier al heerlijk de avondjes lekker gebarbecued en gezeten. En de barbecue die was ook gewoon aanwezig. Dus daar hebben we al helemaal profijt van gemaakt. Dit is echt geniaal, deze overkant. Ja, dit is echt zo'n heerlijk plekje. 5 bij 10 denk ik. En dat heb je echt nodig in die hete maanden hier. Ja. Dat is zo lekker. En je zit 100 meter boven zeeniveau hier. Dus je hebt ook wel echt een lekker briesje daardoor, ja. Ja, en hier willen we dus, dit willen we nog helemaal gaan mooi opnieuw metselen. Met een beetje wat meer rondingen erin. En misschien wat dieper maken de zit. En dan aan die kant ook nog een bankje zo doormetselen. Of zo'n soort taartpunt, zo'n soort bed zo. Ja. Ja, daar zitten we ook nog aan te denken. Met van die kussens erop, dat je helemaal zo'n chill plekje hebt. En daar nog een hemelbed in de hoek? Daar komt een hemelbed. En hier komen nog andere bedjes. Oh, we moeten even de blaadjes opruimen, hè? En een beetje veel... Ja, er is zeg maar één hele mooie plant, die. Maar gisteren waaide het heel hard en er zijn er heel veel blaadjes afgegaan. Het is veel groter buitendouche dan je dacht. Best wel, hè? Best wel groot. Ja, hier komt nog een andere douche in en zo. Dat gaan we nog even upgraden. Maar het is een heerlijk plekje. En hij kan ook nog... Wat kan die ook, deze douche? Warm water. Warm water, ja, ook nog kan, hè. Maar dan gaat er wel veel water op. Ja, dus dat doen we niet te vaak, hè. De zwembadruimte. Hij staat nu toevallig te loeien. Hij loeit niet altijd, hoor. Af en toe eventjes. Oké, en dan gaan we nu naar de tuin. De achtertuin. Het zwembad is in de voorkant. Wat ik heel fijn vind, omdat je dan natuurlijk dat zicht erop hebt. Maar hier hebben we nog een gezellig zitje. Dit is dan je uitzicht hier vandaan. Heerlijk, hè? Wat zeg je? Ik wil bij de hele vlog. Wil je bij de hele vlog? Nee. Dit zijn de planten waar ik echt van hou. Ik vind die zo mooi. Maar sowieso... Ja, en dit is eigenlijk een klein tuintje in de achtertuin. Ja. Dat is eigenlijk... Dan gaan we die kant op. Het derde zitje die we hebben. En we hebben heel veel mooie bomen en planten en cactussen. Een slagboom van de vorm van ijs. Ja. En dan kan je ook nog hier. En dit zijn allemaal palmbomen in onze tuin. En ik ben gek op lange palmbomen. Doet me helemaal denken aan Brazilië, LA. Echt helemaal die vibe. Ik vind dit zo uniek. Ik kan dit niet geloven dat dit van ons is. En zo, hier kan je nog naar boven. Ja. En hier zie je echt lekker... Dan kan je lekker veel staan naar de palmbomen. Ja, dit is dus achter het huis. Dus je komt hier niet zo vaak. Maar het is wel heel bijzonder dat je deze ruimte hier nog hebt. En als je even privé wilt, dan kan je dus ook eventjes hierheen. En ik wil hier ook nog wel iets van een zitje maken. Dat je het ook echt wat meer kan ervaren. Want anders weet je haast niet dat je dit hele stuk nog hebt. Ja, denk het ook, schat. Dit is toch niet normaal, hè, Jax? En dit was het. Meneer, we gaan volgens mij ook nog daarheen. Ja, we zijn nog steeds niet klaar. Het is zo mooi en zo... Bijna. Over 1 minuutje. Ja. Even serieus. We staan gewoon in onze tuin nu. In onze tuin, hè? Deze plant waar ik nu tegenaan leun. Deze boom. Is gewoon onze boom, hè? Ja. Dat is gewoon niet normaal. Er zijn nog veel meer bomen. Ja. En mijn favoriete boom is echt een palmboom. Ja? Ja, dan kunnen we hier in deze tuin lekker naar de palmbomen staan. Echt.
Wauw. Ja, en ik hoorde eigenlijk dat eigenlijk mama ook favoriete ballenbomen. Ballenbomen zijn echt die lange vrouwen, hè? Zijn echt mijn favoriet. Ja, ook mijn favoriet. Ik vind het ook lekker lang. En lekker dik. Echt, en lang, hè? Ja, echt lang. Kan je de hoogtes eten. Echt prachtig, hè? Ja. Oké, okay, de eerste dag ging ik echt huilen van geluk. Maar nu, ik kan wel weer bijna huilen. Echt. Oeh. Kan jij ook huilen van geluk? Kan jij huilen van geluk? Ik ook. We waren nog niet helemaal klaar. Ja. Zo laag is een stukje van de dag. En dit is eigenlijk nog zo'n grote ruimte dat ik denk misschien leuk om hier eens een keer nog iets neer te zetten. Nog een hele mooie boom. Met deze bomen zijn we wel een beetje aan het opletten. Want je moet echt zorgen dat je een tuinman hebt die dat steeds inspuit. Want alle brede palmbomen hier in deze buurt hebben last van een soort kever. Ja, ja, ga maar lekker zwemmen. En we zijn, we hebben nog een afspraak met iemand die dan voor de beveiliging is. We hebben allerlei camera's besteld. Niet voor het huis zelf hoor, want dat gaan we natuurlijk vuren. Maar vooral voor de ingang, dat alles beveiligd is. En dat als iemand over de rand komt of zo, dat je een melding krijgt. Dat is allemaal belangrijk in Spanje. En dit vind ik zo mooi, dat je hier zo komt aanlopen en dan dit. Ja, het is nu dicht, maar als dit open is, is het ook echt zo leuk. Iedereen ligt alweer in het zwembad, maar ik ga nog eventjes één ding laten zien wat ik nog niet heb laten zien. En dat is de berging. En slash washoek. Hier heb je dus nog een hele ruimte. Ja, echt, het is echt heel grappig dat alles wat hier staat... Oh, ik moest de wasmachine nog even legen. Maar alles wat hier staat, kregen we er gewoon bij. Dus ook al het gereedschap van de vorige bewoners. Of de vorige eigenaren. Echt inclusief. Nou, ik blijf dingen zien hier. Echt alles nog in verpakkingen. En wat je maar nodig hebt om te klussen. Hier zelfs schroeven in alle vormen en maten. En echt allemaal... leuke zwembaddingetjes. Er staan echt dingen hier. Ja, ik weet niet eens wat het is bij sommige dingen. Hier hebben we dus nog een hele ondergrondse soort kelderruimte. Echt heel groot. Met ook allemaal spullen erin. Ja. Aan de ene kant is het handig, maar aan de andere kant denk je ook van ja... wat moet ik er allemaal mee? Want het is wel, het ruikt ook echt naar je oma's caravan hier. Maar goed, het is ook wel weer handig. En wat ik vooral handig vind, is dat je dus goede ventilatie hebt onder je huis. Wat heel belangrijk is in Spanje. En dat je gewoon kan zien als er dingen zijn. We hadden dus hier lekkage. Er zijn nog een paar plekken, maar we hebben nu eventjes een dag al niet gedoucht. Om te kijken of het wegtrekt. En het trekt dus ook weg. Dus het... we weten nu zeker dat het van de middelste douche komt. Dus we moeten even een loodgieter of iets laten kijken van wat er hier aan de hand is. Waarom er steeds lekkage is als wij douchen in de middelste badkamer. Je hebt hier ook een hele vriezer staan, die hebben we aangezet. Nou ja, het is gewoon heel fijn dat als je iets wil fixen, dat je gewoon heel veel gereedschap en dingen al hebt. Want je weet hoeveel het soms kost als je allemaal van dat soort dingen moet kopen. Ja, ik heb hier wel nog wat schoonmaakwerk te doen. Dat is echt heel stoppig. Maar goed, hè? We gaan zien hoe ver we allemaal komen. Oh, even de stekker eruit. Ik haal steeds overal de stekkers uit. Want ik vind het toch altijd met als dingen wat ouder zijn... ik vind het een beetje spannend om dingen op het schoon te laten staan. Dus. En dan eventjes iets wat we dus niet eens hebben gezien, hè, bij de bezichtigingen. Niet eens. Je ziet dus, als je hier de deur uitloopt,
zie je dus de Ivars. En dat is een hele speciale berg hier, die midden of berg, ja, rots. En als je dus hier gaat staan op dat ding, dan heb je dus ook nog. Nu is deze plant een beetje gegroeid. Maar je hebt ergens, ja, hier. Heb je zeezicht? Een beetje. Daarachter heb je zeezicht. De zee is dus echt op 1,5 kilometer hier vandaan. En dat is qua weg, dus nog niet eens hemelsbreed. Ik denk hemelsbreed 1 kilometer. En dat voel je ook echt. Het is zo een heerlijk briesje. De buren hebben ook echt een prachtig huis trouwens. Echt goals. Zo mooi. Ja, ik vind zelf dit ook als je hier zo aanloopt en dan met die... Ja, veel mensen vinden die hekken niet mooi, maar ik vind wel als die dingetjes erin zitten en dan in die rondingen, ik vind het wel echt heel Spaans. En ik hou er toch wel echt heel erg van. Ik vind dit wel mooier dan helemaal modern. Maar uiteindelijk zullen we dit wel gaan aanpassen, omdat het enkel glas is. En ja, je wilt toch op een gegeven moment verduurzamen. Maar misschien dat we dan wel alleen die ramen erachter doen en dit hekwerk gewoon ervoor laten zitten. Dus, dit was de eerste tour door ons huis in Spanje. Ik kan het nog steeds echt niet geloven dat dit ons huis is. Wij zijn zo gelukkig. Echt, we willen eigenlijk gewoon helemaal niet meer naar Nederland. Maar goed, dat zal wel gaan gebeuren. Want op een gegeven moment houdt de vakantie voor ons op. En gaan we het dus helemaal klaarmaken om te verhuren voor de rest van de zomer. En hopelijk nog een beetje najaar. En dan als de winter begint, dus na het najaarseizoen, ik denk een beetje na de herfstvakantie, dan gaan we het helemaal opknappen. Dus dan zou ik of Bart hier vaak heen gaan om klusjes te gaan doen. Ik denk ik, want ik ben natuurlijk van de klusjes. Nou ja, ik heb er gewoon echt heel veel zin in. We maken het nu gewoon een beetje dat het net iets leuker is voor de verhuur. En het is natuurlijk eigenlijk gewoon al prima. Ik bedoel, in Spanje in de zomer, je leeft buiten. Je bent eigenlijk niet zoveel binnen. Wat we wel echt nog even willen proberen te regelen deze weken, is nog een extra airco in de tweede slaapkamer. Want we hebben nu 1 airco in de grote slaapkamer, maar nog geen 2. Nog wat kleine dingetjes van interieur. Ik zou misschien nog een slaapbank erbij willen proberen te regelen. Maar ja, we zitten een beetje met levertijd en of we het wel of niet zelf kunnen ophalen. Ja, en deze bank die stond hier al. Het is niet echt helemaal de kleur die ik in gedachten had voor straks, hoe het allemaal gaat worden. Maar voor deze zomer is het gewoon prima. We gaan gewoon lekker voor een, ja, echt een beetje een beach look. Maar dan veel met riet, jute, beige, taupe. En ja, dat een beetje, dat wordt denk ik een beetje de stijl. En gewoon heel mediterraans. Echt een hele fijne zomerse sfeer. Oh, dit is ook wel lekker hoor. Dat er overal van die fans hangen. Eigenlijk vind ik dat zelf nog lekkerder dan airco's. Want van airco's krijg ik altijd hele droge ogen en een beetje een droge keel. Maar die fans, die zijn gewoon prima. En die hebben we ook in alle slaapkamers. Behalve trouwens de eenpersoonskamer. Maar daar hebben we wel een hele fijne fan, gewoon zo'n standaard staan. Dus wij redden ons hier wel. Maar het wordt wel heel moeilijk om hier weg te gaan. En dan het idee dat je hier een huis hebt. Het was natuurlijk het idee om het lekker te gaan verhuren. En dan als je er zelf zit, ja, dan plan je dat gewoon in. En dan zorg je dat er geen huurders zijn. Maar ik denk dat dat wel vaak gaat gebeuren. Dat we het zelf gaan inplannen. Het is echt een paradijsje voor ons. Het voelt zo veilig, deze plek. Ook omdat het helemaal omheind is. Je kan de kinderen lekker laten spelen. Hoef je geen zorgen te maken. Het voelt ook veilig qua... Je hebt wel veel buren om je heen. Waardoor je dus een beetje gewaarborgd voelt. Maar het is ook weer niet zo dat je daar drukte van ervaart. Van mensen om je heen. Want je hoort hier echt... Nou, bijna niets. Het is nu hoogseizoen. Ik vind het heel fijn dat we het nu ook ervaren hoe het nu hier is. Want ik had het dus veel drukker verwacht. Ik dacht echt van, nou, je zal van alle kanten wat horen van al die villa's die zijn verhuurd enzovoort.
Maar nee, ik hoor echt amper iets. Af en toe hoor ik ergens iemand in het zwembad plonsen. En de enige geluiden die ik op dit moment hoor zijn die van mijn eigen gezinsleden. Maar verder, buiten mijn gezinsleden om, hoor je hier niemand. Echt niemand. Krekels, heel veel krekels. En het geruis van de wind in de palmbomen. Oh, wat lekker is dat. Dat hebben we echt bij geen één ander huis zo ervaren. En daar ben ik. Ik was eerder verliefd dan Bart. Bart moest nog een beetje verliefd worden. Maar nu zijn we er echt allebei helemaal verliefd op. Maar daar was ik echt in het begin meteen helemaal verliefd op. Die rust. Want dat andere huis waar we dus ook een bod op hadden gedaan in het begin. Dat was echt eigenlijk ook alles wat we zochten. Maar het enige wat ik echt minder vond daar was het geluid. Omdat het een beetje in een bocht zat en je had daar veel wegen die omhoog gingen. Waardoor mensen dan ook nog extra gaan optrekken met hun auto. Dus dan hoorde je gewoon best wel vaak een auto langskomen. En dat is op zich heel normaal, want dat is in heel veel wijken zo. Maar hier hoor je echt niks. Ik hou erover op, maar ik vind het heel leuk om dit eindelijk allemaal met jullie te kunnen delen. En ja, we gaan de komende tijd dus veel vloggen over wat we hier allemaal gaan doen. En ik neem jullie gewoon lekker mee in het verhaal en in de klusjes. Maar ook in het straks helaas weer teruggaan naar Nederland. Maar wat we dan allemaal hebben gedaan en zo. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze home tour in Spanje. Adios.